Er is vandaag een wetenschappelijk onderzoek is er gepresenteerd over de lengte van onze jonge vriend, die, over de penis. Nu mag Art. Zeg jij dat nu zo aarzelend? Zeg dan nee, nu nee. Zo, als, waar is er een onderzoek over geweest? Ja? Over de tolly. Het is een... Laten we even kijken naar de gemiddelde. In Azië zijn ze over het algemeen het kleinst. Nou zegt een centimeter zeg maar niet zoveel als ik het zie staan. Ik ben een beetje visueel ingesteld. Dus dit is zeg maar het gemiddelde in Azië, 9 centimeter. Nee, nee. Ach, ik dacht dat ik even moest en dit is, dit is in erecte toestand, hè? 9 cent, dus zeg maar iets kleiner dan de pen. En hoe gemeten? Ja, vanaf de, van de stam afgemeten. De tot, stam? Ja, de stam. Je buik, dus het schaambeen ja. Tot het kopje. Okay. Ja, en niet trekken. Nou, het velletje telt niet. Zonder velletje. Nee, oké. Okay, ja. Ja, ja. Goed om te weten. Ik zal, meteen, ik zal alle andere tussenslappen overslaan. En dan zal ik maar meteen gaan naar de langsgemeten. Congo. Dit is Congo. Ongeveer. 17 centimeter. Belgisch Congo, voilà. Ja, ja. Ja maar de vraag is wel, doe dat, dat ja. Iedere man, ik bedoel jong, oud, vanaf geslachtrijke leeftijd, ik denk van oké, maak dat wat uit, goedelen. Nee, maar kijk, wetenschappelijk gezien zeggen ze altijd, het maakt niet uit. Als ik als het toch niet uitmaakt, geef mij dan maar een grootje. Maar dus dat wil meteen zeggen dat het wel uitmaakt voor heel veel vrouwen. Maar meer in de zin, één, in de fantasie van wow, veel vrouwen willen toch graag het gevoel van gevuld hebben. Waarbij de omtrek belangrijker is dan de lengte. Veel belangrijker. En daar komt ook nog bij dat een man met een grote penis heel vaak een slechte minnaar is. En Bert, ja. Waarom kijk je naar mij? Nee, maar echt, wat zeg je nou? Dit is misschien ook een goed moment om te zeggen dat de Surinaamse penis ongeveer net zo groot is als de Nederlandse. Maar wat ik niet snap als ik naar het kaartje kijk, dan zie ik daar Nederland is dan groen, dus is groter dan de ons omringende landen op België. België na. Nou. België is niet maar zijn wij gewoon opscheppers in Nederland en hebben niet eerlijk ingevuld? Dus, of is het echt zo dat wij het beter doen dan de Duitse man? Daar moet ik onmiddellijk op antwoorden. We weten niet exact natuurlijk die cijfers. Want dit is een resultaat van duizenden onderzoeken allemaal samen. Sommige zijn mannen die zelf hebben moeten meten. En dan zeg je terecht, ja, maar hoe moeten we meten? Ja. He, want je moet aan de bovenkant, aan die buik. Anders kan je met dat meetlatje blijven zo. He, de bocht omgaan langs dat. Dus er zijn nogal wat onduidelijkheden. Ja, wat is dat zo? Dus er zijn een aantal onduidelijkheden. Maar dit is wel vrij grootschalig. Ze hebben eigenlijk... Alle onderzoeken die er ooit geweest zijn, samengegooid en dan... Dus dit is betrouwbaar. Dit wil dus zeggen dat wij het Europees gezien aan de top zitten. Maar wil je wat kwijt, Art? Of, Nee, nee gewoon, ik vind het opvallend. Het is een beetje, ik moet denken aan het dorpje van Asterix en Obelix. Dat dan, weet je, alles is bezet. En dan het ene dorpje biedt dapper weerstand. Dat is met dit kaartje ook een beetje. Nederland. Ja. Ja, maar jullie zijn, en dat is ook de enige indicatie, want neuzen en vingers en al die dingen zijn geen indicatie of het een grote penis gaat zijn. Ga je daar ook een programma over maar maken? Maar de lengte, oh, dat zou... Nou, ja, ik ben in Duitsland met zo'n programma bezig. Maar de lengte van de man die eraan vasthangt, aan die penis, om het zo te zeggen, dat is de enige indicatie of het een grote penis is. En wie zijn de langste mannen op aarde? Congolezen. Nederland.